De leiding van het ministerie van Volksgezondheid heeft een overleg gehad met president Santokki over de ontwikkeling van de radiologische zorg in Suriname. Er is onder andere gesproken over investeringen om de radiologische zorg te moderniseren en te decentraliseren. Minister Ramadin zegt dat het MRI-centrum zal investeren in een tweede MRI-apparaat. De investering zal volledig door het centrum worden gepleegd, die het MRI-apparaat uit eigen kapitaal zal financieren. Met het oog op de goedkeuring van een gewijzigde kiesregeling heeft president Santokki woensdag een technische commissie geïnstalleerd die zal werken aan het samenstellen van een ontwerpwet. De opdracht van het staatshoofd is dat de commissie uiterlijk binnen 2 maanden de conceptwet af moet hebben. De technische commissie zal op basis van wat is voorgedragen door de studiegroep aanpassing kiesstelsel werken aan de conceptwet. De commissie wordt voortgezeten door de directeur van het kabinet, Ajay Munshi, en bestaat uit 10 leden en adviseurs uit verschillende disciplines. Gelet op de bilaterale samenwerking tussen de ministeries van Defensie van Suriname en Brazilië en in het kader van de marine oefening Caribbean Exercise 2023 van het Braziliaans leger, is op woensdag 29 maart een patrouillevaartuig van de Braziliaanse marine Suriname binnengevaren. Het vaartuig, de Iguatemi, is onderdeel van een vloot van de Braziliaanse marine. Gezien de defensiesamenwerking tussen de beide legers zal dit vaartuig bij de Sydney haven aangemeerd zijn tot maandag 3 april.